Jij lijkt ook wel een beetje op, vind ik. Dank. Ja, gek dat dat dan toch doorgaat, hè, met ja, midis. Ja. De basis van de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen in Nederland, de basis hier. Alleen, dat zijn we vergeten te vertellen. Ik denk dat het hele UNESCO-gebeuren voor Veenhuizen wel helemaal goed is. Toen Nederland in armoede achterbleef nadat Napoleon ons land had verlaten, moest er wat gebeuren. Johannes van der Bos maakte het plan voor de koloniën van weldadigheid, zoals hier in Veenhuizen. Nederland moest zich opnieuw uitvinden, niet alleen Nederland, maar de hele wereld moest zich opnieuw uitvinden. En hij is een heel belangrijke motor geweest in het neerzetten van dat nieuwe Koninkrijk Nederland vanaf 1815. Johannes van den Bos is vandaag nog interessant omdat hij in zijn periode, 200 jaar geleden, thema's aansneed, onderwerpen ontwikkelde vandaag de dag nog steeds relevant en actueel zijn. Zoals er zijn armoede en werkeloosheid, verzorgingsstaat, denken over verschillen en gelijke kansen, het bieden van kansen om mensen zeg maar, te verheffen, onderwijs te geven. Dus er zijn hele actuele zaken. Hi, hallo Otto. Eindelijk, hè? Otto van den Bos, graaf, net als Johannes, is vijfde generatie nazaat van Johannes van den Bos. Hij houdt het familieerfgoed levend. Nu houdt hij groot recht, nu. Ja. Jij lijkt ook wel een beetje op, vind ik. Dank. Ja, gek dat dat dan toch doorgaat, hè, met midis. Ja. Dat hoor je ook vaak als mensen langskomen. Uiteraard vragen ze wie is dat dan? En dan moet je zeggen, dat weten ze dat nog niet, overgrootvader, hè? Ja. Maar en als je ook zijn carrière ziet, wat hij allemaal heeft gedaan in zijn leven. Ja, ja. Daar kan je toch als achterkleinkind trots op zijn. Zeker te weten. En hij was natuurlijk een genie-officier, als je naar buiten ging. Nou, dat is ook altijd mijn interesse geweest, nog steeds. Het waterbouwkundige en wat hij ook deed in Jakarta of Batavia toen. Dat trok me ook altijd aan. Ja, absoluut. Ja. Maar ik denk, ik zeg ook wel eens dat ik Van den Bos een beetje naïef vind. Want hij dacht van, binnen 10, 20 jaar hebben we massa's mensen zover gekregen dat ze inderdaad mee willen doen aan die verheffing. Ja. En dat is een beetje een misrekening geweest, absoluut. Bij een aantal.